Selwyn, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Dutch Green Business Group. Klopt. Indrukwekkende naam voor een heel mooi product. Ja, klopt, zeker. Wij zijn de groenste projectontwikkelaar van de Nederlandse beurs. En ons product is CO2-credits. Ook wel CO2-emissierechten, koolstofcertificaten. Het betekent eigenlijk de prijs voor milieuvervuiling die er internationaal is voor alle multinationals. Die kunnen bij ons door middel van een CO2-certificaat eigenlijk investeren in het tegengaan van ontbossing, het aanplanten van nieuwe natuur en allerlei mooie, groene, duurzame projecten. Dus ze kopen eigenlijk een soort tegoedbon om kattenkwaad uit te halen? Nou, dat is de grootste kritiek op de markt. Dus precies leg je de vinger op de goede plek. Eigenlijk zoals het werkt is dat een bedrijf, alles wat een bedrijf doet, dat wordt teruggerekend naar tonnen CO2. En natuurlijk is het van belang om eerst die CO2 te gaan reduceren, om te decarboniseren, om dat terug te dringen. En dat doen bedrijven gelukkig volop. We hebben onze consultancy-tak adviseert daar ook over. Alleen uiteindelijk moet er natuurlijk toch gewerkt worden, er moet geproduceerd worden. En er zal altijd een gedeelte zijn wat eigenlijk niet terug te dringen is. En voor die niet terugdringbare uitstoot, die rest CO2-uitstoot, ja, dan komen bedrijven graag bij ons om dan dat gedeelte juist eigenlijk goed te maken en te investeren in natuur. Maar het is een heel abstract product voor. Want laten we zeggen, je hebt CO2-credits. Wat zijn dat nou? Nou, uiteindelijk is dus de milieuvervuiling wordt uitgedrukt in tonnen CO2. Maar ook de goede kant van de balans wordt uitgedrukt in tonnen CO2. Dus als wij hectares met bos herstellen, dan berekenen we dat terug. Hoeveel CO2 wordt er nou vastgelegd in de bodem, in de stammen, en uiteindelijk dat is ons product. En dat is precies omdat het zo abstract is, organiseren we een open dag. Ik kom net terug uit Londen, waar we een soort van veilingachtige omgeving hadden voor die multinationals om kennis te maken met onze projecten. We hebben in de vorige uitzending, was erg succesvol, ook obligatiehouders uitgenodigd. Kom naar Kenia, kom kijken om te zien wat zo'n project precies inhoudt. Want het is er eigenlijk bijna te veel om uit te leggen. Want criticasters zeggen dat je weinig mensen in dienst hebt. En die hebben er geen zicht op. Maar hoeveel mensen heb je nou in dienst totaal? We hebben 50 man op kantoor en bij de projecten nog 300 erbij. Dus in Kenia is 200 man bezig. En met bezig bedoel ik in de fabriek voor de kookovens, maar ook met het uitzoeken van de zaden, het bijhouden van de kwekerij. En iedereen die daar kritiek op heeft, is van harte welkom om te kijken. Vorige keer dat je zat, was het 15 euro per 1000 kilo. Nu is het 20 euro per 1000 kilo. Klopt. Omdat is die markt in beweging dan? Of nee, die is volop in beweging. En het is eigenlijk terug te redeneren naar alle beloftes die bedrijven hebben gedaan. En ik noem het beloftes, maar het is eigenlijk een stuk zwaarder dan dat. Omdat alle multinationals, en ik zeg echt alle multinationals, hebben doelstellingen gezet. Voor 2030 of voor 2050 moeten zij CO2-neutraal worden. Willen zij net zero, zoals dat mooi heet in het Engels, zijn. En om dat te behalen, zoals ik net al zei, moeten zij dus ook daarom zich wel op deze internationale markt bewegen. Maar goed, natuur herstel je niet van de ene op de andere dag. Voordat wij een product hebben, zijn we een aantal jaar onderweg. Dus iedereen die in 2030 CO2-neutraal wil zijn, moet eigenlijk nu al voorsorteren om zich aan die beloftes te kunnen houden. En daarom is er een behoorlijke run op hoogwaardige, kwalitatieve, goede CO2-certificaten van mooie projecten. Nou, hoe financier je dat nou op dit moment? Nou, dat is het goede aan waar we nu zijn. Omdat toen wij, eigenlijk de afgelopen jaren heb ik heel veel gesproken over. Je bent vier jaar geleden begonnen, hè? Vier jaar geleden zijn we begonnen. Met een lange voorbereiding gehad en echt een vliegende start vier jaar geleden. En ik heb heel lang gesproken over wat we allemaal gaan doen. Dit is wat we gaan doen. En daarop hebben we met aandeelhouders, obligatiehouders en aanbetalingen van diezelfde grote multinationals hebben we alles goed kunnen financieren. Maar ik ben wel heel tevreden en heel blij en heel trots dat we nu op een punt zijn dat het niet meer gaat over wat we gaan doen, maar ook over wat we hebben gedaan en wat er nu is. Want vanaf welk moment gaat jouw andere pomp water geven? Nou, onze eerste credits komen volgend kwartaal, is alles geverifieerd. En die zijn dus vier jaar onderweg geweest. En vanaf dat moment is het eigenlijk een jaarlijks dat de credits van de bijna 19 projecten die we inmiddels onder beheer hebben, credits uitgeven. Even voor degene die jouw bedrijf niet kennen. Je zit voornamelijk in Afrika. En wat gebeurt er allemaal? Klopt. Ja. Wij zijn gespecialiseerd in Sub-Sahara-Afrika. Onze belangrijkste projecten zitten in Kenia, Oeganda en Cameroen.
En in Kenia hebben we meerdere projecten, maar vooral herstel op grote schaal, bosherstel, vooral rondom het centrum van het land, Mount Kenya. En we doen ook duurzame kookovens, die er ook voor zorgen dat er dus minder ontbossing, minder illegale houtkap plaatsvindt en minder gezondheidsrisico's voor de lokale bevolking. Project wat prachtig bij elkaar aansluit. Inmiddels 9000 boeren in Kenia die daar aan meedoen. En het project in Cameroen en Oeganda volgt op de voet met dezelfde structuur. Oké, dan kun je mooie films laten zien, je mooie prentjes. Maar zeggen op een gegeven moment, wie controleert het nou? Nou, er is dus een internationale standaard. Opgezet destijds door de Verenigde Naties in 1997. Daar zijn inmiddels twee leidende standaarden uit voortgekomen. VERA, de Verified Carbon Standard, en de Gold Standard uit Zwitserland. Die hebben het framework opgezet. En vervolgens werken wij met een onafhankelijke, als het ware een accountantscontrole, die kijkt naar ons projectontwerp, die kijkt bij het project of we ook het projectontwerp volgen, of dat klopt volgens het framework. En pas nadat dat allemaal gebeurd is, dan worden de credits uitgegeven. En een belangrijk onderdeel van die controle is ook dat het pas gaat achteraf. Dus wij zijn gestart die projecten al langere tijd. Op het moment dat wij credits krijgen, is het eigenlijk een gecontroleerde, geverifieerde uitgifte van iets wat er al gebeurd is. En zo is het dus belangrijk dat wij steeds verder doorgaan, dat steeds verifiëren wij wat er reeds gebeurd is. Zeg maar, je gaat ook een stukje in Nederland doen, begrijp ik? Klopt. Ja, we krijgen heel vaak de vraag van klanten, van klein tot groot, zeggen, doen jullie ook iets in Nederland? Nou, het is voor de prijs van 1 hectare in Nederland kunnen we ongeveer 20.000 hectare financieren in de landen waar we zijn in Afrika. Maar toch, op vele verzoek, starten we nu met een natuurherstelproject in Friesland. En dan geef je een hypotheekrecht op voor de obligatiehouders, begrijp ik? Klopt, ja. Die obligaties, wat kun je nog één keer herhalen hoe dat precies in elkaar steekt? Ja, we zijn gestart met een obligatie van 8% rente per jaar, ieder kwartaal uitgekeerd. Dus 2% ieder kwartaal op de rekening, 8% per jaar. Loopt het van 4 jaar. Alleen omdat we inmiddels dichter bij het moment zijn dat de eerste credits uitgegeven worden, de eerste omzet gegenereerd wordt, hebben wij nu ook een looptijd van 3 jaar en een looptijd van 2 jaar. En nu dus binnenkort, bij veel interesse, dan kunnen we ook hypotheekrecht geven op het project in Nederland. Waar stort je het geld? Het geld is gewoon bij de bankrekening, bij de Rabobank. En de controle en de spreiding is dus simpelweg door de diversiteit aan projecten. Nou, lees je vaak van die klimaattoppen, de COP28, wat zijn dat allemaal voor clubs? Nou, uiteindelijk is er is natuurlijk wereldwijd is er van alles aan de hand, ook op dit moment. Maar er is één ding waarover 197 landen het al heel lang met elkaar eens zijn. De eerste klimaattop was in 1995. 2 jaar later is daar de carbon credit markt uit ontstaan, van het Kyoto-protocol. In 2015 was er de klimaattop in Parijs, wat geleid heeft tot het Klimaatakkoord van Parijs. En eigenlijk ieder jaar is zo'n klimaattop, daar werkt, nou, 197 landen ter wereld die daarbij aangesloten zijn, werken daar naartoe. Het is altijd een moment voor belangrijke aankondigingen, belangrijke wetgeving. En dit jaar vindt die plaats in Dubai, start op 30 november. Dus je zult er de komende weken heel veel van gaan horen in het nieuws en in de krant. En dus die bedrijven, die multinationals, die kijken daar ook om de hoek? Klopt, zeker. Ja, omdat het is, natuurlijk alle ogen zijn op deze markt gericht. Het is carbon credits zijn een heel belangrijk instrument om uiteindelijk een betere leefomgeving te creëren, een betere natuur te creëren, milieuvervuiling tegen te gaan. Dus alle ogen zijn erop gericht, alle wereldleiders zijn er op dat moment. Maar ook alle grote multinationals die wel zullen moeten verduurzamen. En veelal ook wel willen verduurzamen, gelukkig. Dus die obligaties, die kun je elke dag instappen als je dat wil? Elke dag instappen. We hebben op onze website staat allerlei informatie. We hebben ook precies om het meer tastbaar te maken, video's van alle projecten. We hebben foto's van alle projecten. Mensen kunnen altijd bellen, bij ons langskomen op kantoor in Lelystad. Als je wil, kun je er ook naartoe. Als je wil, kunnen we er ook naartoe. In maart organiseren we de volgende reis, vlak voor het volgende plantseizoen. Bedankt zover. Wilt u dus nog meer informatie, kijk dan op onze site.